De drie DJ's, Barend, Sophie en Wijnand, komen hier net aan. En ze gaan straks naar de nieuwe stad. Maar eerst wordt het goede doel bekendgemaakt. En we blikken natuurlijk even terug op afgelopen jaar. Hey, Wijnand en Sophie, jullie zijn weer in Nijmegen. En vertel eens, hoe is dat? Ja, superleuk. Ik krijg weer allemaal flashbacks. Ik heb meteen weer zin om radio te maken. En alle mensen met de brievenbus. Wanneer gaan we beginnen? Best wel gek hoor om hier te zijn. Het idee dat je hier dan met het huisje stond. Dat je daar dan ergens lag te tukken. En dat het hier gewoon allemaal gebeurde. Ja. Ik weet nou, we hadden het gisteren met Barend over. We zaten hier, we gingen even een biertje drinken bij de derde kamer. Dit kan eruit. En toen bedacht ik, zei ik van ja, oh ja. En hier gingen we toen op de avond. Voor we echt erin gingen, gingen we dan nog even eten. Toen stonden we hier te kijken van, zijn er wel mensen? Ja. Zijn er wel mensen? En toen waren er mensen. En toen startte de boel. En toen dat moment dat we daarin gingen en dat het gewoon in één keer als een soort van vliegwiel ging lopen. We hadden geen mobiele telefoon, maar op een gegeven moment kwam er iemand naar me toe en zei, gaat echt heel goed. Ik zei, ja, volgens mij gaat het wel goed, hè? En op het moment dat die deur op slot ging en we elkaar zo aankeken van, volgens mij zijn we nu begonnen, was meteen zo... Boom. Ja. Rust. Het allermooiste moment was gewoon dat we op een gegeven moment het idee kregen dat het lukte. Het was denk ik de maandagavond. En het begon al gewoon, gewoon goed. Gewoon, hè. Er gebeurde al een hoop. Maar toen op de maandagavond hadden we Tom Adel gecombineerd met Hardstyleavond. Dus met Sefa, met Headhunters en whatever. En dat goed ging, dat hier de mensen uit de ramen hingen. En dat was voor mij een van de bepalende en misschien wel een van de mooiste momenten, maar die hele week was krankzinnig natuurlijk. Ja, we zijn op de Grote Markt in Nijmegen, dames en heren. We zijn hier. Maar wat gaat er nou gebeuren vandaag? Ja, we gaan de grote bekendmaking doen van de nieuwe stad en het nieuwe doel. Luisteren zal ik doen. Nu, op het showtje. Nu. Kom erbij. De DJ's krijgen een videoboodschap te zien van de directeur van Stichting ALS, het goede doel van afgelopen jaar. Zij maakt bekend wat het goede doel van dit jaar gaat zijn en dat is MetaKids. Zij strijden voor een betere behandeling of genezing van metabole ziekten die vaak bij kinderen voorkomen. De organisatie is maar wat blij met deze aandacht. Ja, dat is een grote overwinning voor de 10.000 gezinnen in Nederland waar één of meer metabole zieke kinderen achter de voordeur nu in totale onbekendheid leven. Het is de dodelijkste ziekte onder kinderen in Nederland. En volslagen onbekend. En daar gaan we nu al wat mee doen. En dat is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen tijdens de actieweek van Serious Request. En dat geld is ook hard nodig. Er moet heel veel onderzoek gedaan worden. De artsen hebben gezegd, over 10 jaar kunnen we de helft van de metabole patiënten kunnen we goed behandelen. En daar moet actie in komen. En dat gaan we nu gaan doen met 3FM. Naast geld voor onderzoek vindt MetaKids ook de aandacht voor de ziekte al erg belangrijk. Het kan niet meer zo zijn dat wanneer ik op straat loop en ik aan een aantal mensen vraag van, weet jij wat een metabole ziekte is? Dat ze denken, ja, iets met je orgaan of zo. Dat is het niet. Het is de meest dodelijke ziekte van Nederland, in ieder geval onder kinderen. En daar moeten we echt mee actie gaan ondernemen. Het kan niet zo verder. Echt. Nu het goede doel bekend is, vertrekt de rijdende radiostudio naar de volgende gaststad. Nijmegen, dankjewel. Goedemorgen. Met de gordijntjes dicht, want ook voor de DJ's moet het een verrassing blijven. Wat ze op dat moment nog niet weten, is dat ze weer uit de bus zullen stappen in het centrum van Zwolle.